Deze week is een begin gemaakt met het oppimpen van de voetgangerstunnel onder het Nijmeegse plein bij het Gelredome. Kunstbedrijf Arnhem en Vitesse supporters hebben hun creativiteit de vrije loop gegeven. Onder leiding van kunstenaar Thomas van Os is er met de kleuren geel, zwart en blauw de naam Vitesse op een gedeelte van de muur geschilderd, met daarnaast een vliegende adelaar, het symbool van de club. Het kunstbedrijf Arnhem en enkele Vitesse supporters zijn bezig met het maken van ontwerpen voor de rest van de tunnel. De bedoeling is dat voor de start van het nieuwe seizoen alle schilderingen zijn aangebracht.